Jurgen Nijenpanning uit Dalen oefent zich de blaren op zijn vingers sinds hij het goede nieuws gehoord heeft. Op 9 december speelt hij op het Knoopgala in Carré. De avond wordt uitgezonden op televisie en gepresenteerd door Paul de Leeuw. Ik ben er super blij mee, want ik hou er echt veel van. Ja, zeker. Zeker ben ik trots. Zeker. Ja, dat kan ik niet anders zeggen. Dat zijn we allemaal. En om ons heen heel veel mensen die trots op Jurgen zijn dat hij dit doet. Nou, hoeveel mensen kunnen nou zeggen dat hun zoon in Carré optreedt? Ja, niet veel. Absoluut niet veel. Jurgen speelt die avond met de muzikale top van Nederland. Het Metropoolorkest begeleidt hem. En dat is nog niet alles. Jurgen is gekoppeld aan de zangeres Gio Vanka. En dan ga ik voor de eerste keer zien. En daarin is Gio Vanka de zangeres waar Jurgen het liedje Soule Ziel, de Paris van Edith Piaf gaat zingen. Ja, ik vond het prachtig. En het nummer speelt Jurgen helemaal uit zijn hoofd, zonder bladmuziek. Hij kan geen noot lezen. Jurgen heeft een, wat naderhand bleek, een absoluut gehoor te hebben. En ja, Jurgen heeft het Williams-syndroom. En daar zit een stukje van het autistisch spectrum in. En misschien dat hij daardoor alles zo onthouden kan, want hij onthoudt alles. Het concert wordt op 30 december uitgezonden op NPO 1. En Jurgen, die is er klaar voor.